Neuzen moeten in dezelfde richting. Ik heb daar zo'n allergie voor. De neuzen in dezelfde richting. Bloedneuzen in dezelfde richting. Dat moet je hebben. Je moet blijkbaar een kamp kiezen. Je moet blijkbaar gepolariseerd zijn. Creativiteit zegt, nee, ik speel dit spel niet mee. Oh, en heeft zo'n prachtig accent. Nou, ik noem het een taal. Hersenpannen gaan ontploffen bijna. Het is echt ongelooflijk. Je krijgt een soort van spiegeltje voor je gehouden. Ja, ja, ja. Ga nou niet de dingen niet doen om wat je nog niet hebt. Mm-hmm. Ga aan de slag, ga iets doen. Uh-huh. Als je met z'n vieren in een meeting zit, de een zegt iets en de drie anderen zitten te knikken, zit je met drie mensen te veel in de meeting. Man, dat was hem. Ik vond dat zo ongelooflijk bevrijdend. Zo'n speeltuin van denken en doen. Van harte welkom bij weer een nieuwe video op CVD-TV. En ben je aan het luisteren naar de podcast van CVD-TV ook uiteraard van harte welkom. Hij is spreker en hij is coach. En zo zegt hij zelf, Nederlands meest gevraagde en hoogst scorende Belg op het gebied van zakelijke creativiteit. Snap jij het nog? Nou, hij legt het ons allemaal uit, mijn gast Karel Raats. Karel, van harte welkom. Goeie, dankjewel. Sowieso leuk, misschien goed voor de kijkers om te weten. We zijn ook een soort van collega's. We komen elkaar ettelijke keer per jaar tegen hebt op de podia in Nederland. Ja. Dat betekent eigenlijk dat we nu gaan bijpraten, want we hebben elkaar anderhalf jaar niet gezien. We hebben elkaar gemist, man. Zo, wat een tijd, hè? hoe zwaar was het om niet het podium op te mogen? Dat viel wel mee. Ja, het was ook een leuke afwisseling. Ja, ja. Het klinkt een beetje, misschien was wel oké. Okay. Ja? Het doorbreekt ook de routine die mij niet echt eigen is. Dus op het moment dat je een kunstje... Jij wordt nerveus van routine. Zeg maar. Ja, op het moment dat ik een kunstje begin te snappen, dan verlies ik er ook interesse in. Ja, ja, ja. Dus, en dat mag ook een kunstje worden voor een klant. Want hoe vaak stond je, zeg maar even voordat de coronatijdperk aanbrak, zeg maar, hoe vaak stond jij op een podium? Ja, ergens tussen 1500 keer per jaar. Ja, ja, precies. Ja, ja. Dat is redelijk fulltime, zeg maar. Ja, eigenlijk wel. Met voorbereidingen erop en eraan. Ja. En, ja. En is dat nu, wat is er gebeurd met je, zometeen over de inhoud, hè, van wat je op die podia doet, maar wat is er in dat jaar of anderhalf gebeurd? Eigenlijk is dezelfde kennis gewoon op een heel andere manier ingezet. Dus daar waar een klant graag de vorm heeft van we komen met z'n allen samen, 200, 400, 500, 600 man in een grote zaal en jij mag een uur volledig losgaan om er inspiratie in te krijgen, was nu nog steeds hetzelfde vraagstuk van wat willen we van A naar B. En het middel dat wij inzetten was dan het grote event. Ja. Maar nu moet dat dus anders. Help. En van mij uit was die zoektocht ook gaande, dus we hebben elkaar online gevonden en dus ging het van eenmalige klanten, zeg maar, van een uur voor een grote zaal, ging het naar een handvol klanten voor de lange termijn, vaak online of in bed in een team, om echt de diepte in te gaan. Creativiteit is jouw handelsmerk, toch? Ja. Wat is dat? Voor mij is dat de derde optie. En wat wil ik daarmee zeggen? Is één is een feit, daar kan je niet voor kiezen. Twee is een dilemma, wil je vooral van weg blijven? Vanaf drie heb je echt de keuze. En hoe creëer je die? Hoe ga je daarmee om? Dat is voor mij creativiteit. Even om het wat concreter te maken. Eén is het dogmatische denken. Dit is het punt aan de lijn. Stel dat niet in vraag. Je mag niet eens. Een dilemma zit er voortdurend in. We gaan dit jaar op vakantie naar Ibiza. Maar het kan ook naar Torino. En wat krijg je dan? Dat is een afwegen van wat is de minst lange negatieve lijst van die twee. En dan gaan mensen een negatieve keuze maken. Dus het idee van een vakantie is dan niet leuk meer, want het is het wringt. Niet doen, creëer een derde optie. Ga uit het dilemma denken. Wat kan er nog buiten dus het feit waar je niet voor kan kiezen? Twee dilemma's waar je niet leuk vindt en niet vrolijker van wordt. Wat is de derde optie en hoe pak je dat aan? Dus creativiteit geeft mij die vrijheid van denken en handelen. Kijk gewoon naar de maatschappij. We zitten op dit moment in een tijdvak waar het dilemma denken echt behoorlijk zit ingeburgerd. Gevaccineerd tegen gevaccineerd. Zwarte Piet tegen Zwarte Piet. Je moet blijkbaar een kamp kiezen. Je moet blijkbaar gepolariseerd zijn. En creativiteit zegt, nee, ik speel dit spel niet mee. Ik ga voor een derde optie. Iets constructiefs, iets moois. Iets wat we nog niet samen bedacht hebben, maar nog wel samen doen. En dat geeft mij energie. Spring ik mijn bed vooruit. Ik heb lange tijd absoluut niet geweten wat ik wilde worden. Aha. Ik was steekjaloers op goede vrienden die vanaf hun zevende jaar wisten dat ze piloot gingen worden en dat nog zijn geworden ook. En ik ben begonnen als journalist. Ik ben dan in de marketing terechtgekomen. Ik ben online dingen gaan doen. Ik ben docent geweest, business developer. En ergens medio mijn 30 heb ik eens een cursus creatief denken bijgevolgd. En man, dat was hem. Ik vond dat zo ongelooflijk bevrijdend. Zo'n speeltuin van denken en doen. Nee. Dus zo ben ik er eigenlijk ingesukkeld. Hey, en Nederland? Nederland kwam omdat ik begonnen ben in dit vak
als partner bij het COCD, Centrum voor de Ontwikkeling van Creatief Denken. Vlaamse club die vooral in Nederland actief was. Okay. En zo ben ik vooral met die mensen meegekomen in Nederland. En toen bleek dat Vlaming zijn in Nederland een geweldig verkoopsargument bleek. Ja, hè? Ja, enorm. Ja. Daar had ik geen weet van. Jullie worden aardig gevonden en zo. Echt, en, hè? Ja, het was helemaal niet zo. Ze moesten eens weten. Ja! Ja. En, ja, maar jullie, ja, maar dat het is... klinkt zo leuk, meneer. Ja, het klinkt zo leuk. Ja. Maar zeker de zakelijke podium. Je hebt natuurlijk een aantal collega's. Hè. Steven van Bellegem is er ook zo'n eentje. Ja. Die furoren maakt op de Nederlandse podia. Rick Vera is een compaan. Kijk, klopt. En jij zit ook in dat gremium. Wat is dat dan toch? Is het taaltje? Het taaltje, ik vind het ook altijd leuk als je dan ook aangekondigd wordt op een podium van oh, en heeft zo'n prachtig accent. Nou, ik noem het een taal en dan zie je iemand helemaal door de grond gaan. De zachte G, de Vlaamse zachte G, die is blijkbaar verzachtend, verbindend. Daar smelten mensen voor. Ja. Dus dat helpt. In mijn tak van sport, wanneer het gaat over, niet op een podium, maar bijvoorbeeld in een boardroom, en het gaat over lastige zaken, dan is het feit dat ik geen betrokken partij ben, of niet als betrokken partij wordt beschouwd, omdat ik niet eens uit hetzelfde land kom, helpt dan om die neutraliserende factor te spelen. Ja, en als het moet, kan ik ook gewoon even de domme Belg zijn, dan ben je bliksemafleider. Zo kan. Ja. Ik wil twee dingen met jou bespreken. Ja. Eén is een nieuw initiatief waar je mee gekomen, en ik ben erg benieuwd wat je daarover te zeggen hebt. En twee wil ik, mijn tweede gedeelte, wil ik echt even een paar concrete dingen waar ondernemers die nu zitten te kijken als ze aan creativiteit wat aan hebben, hè, waar ze dan morgen mee door kunnen. Dat doen we zo meteen. Maar eerst, en hoe heet het? Het is de ja-check, hè? Ja-check. De ja-check. Het is een heel simpel gegeven. Ja. Stel, jij mag een ja-check weggeven. Ja. Dan vul je de naam in van de persoon aan wie jij die check gaat geven. Ja. Die persoon heeft dan op die check een ruimte, een lege ruimte, om eender welke droom, wens of verlangen in te vullen. En jij hebt als schenker op voorhand met ja getekend. Dat ik dat doe? Ja. Maar luister. Ja, of ben ik dan weer niet creatief? Dan vult... Ik ken wel een paar maten, dan weet ik wel wat die in gaan vullen. Je zegt, doe mij dan een Maserati of zo. Ja, kijk. Maar dus de eerste vraag die jij gaat stellen is, aan wie durf je zoiets geven? In de wetenschap dat alles gaat terugkomen. Niemand verplicht jou een cheque weg te geven. Nee. Ja? Dus aan jou de keuze om dat te doen en dus ook aan wie. Dus de overweging die jij dan maakt aan wie wel, is dan... Niet aan die gasten. Dus. Niet aan die gasten. Nee. Prima. Ja? Want dan moet ik een Maserati kopen. Kijk. Ja. Dus dan doe je dat niet. Nee. Prima. Maar hoe kom je met dit? Want waarom? Waarom en hoe en wat? Vertel meer over. Maar wat het nu al met je doet. Ja. Jij weet nu al... niet. Nee. Oh, beer op de weg, valkuilen. Ja. En dat is wat ik voortdurend tegenkom in het creatieve proces. Ja. Dus blijkbaar was jouw eerste reflex, wat als het fout loopt? Ja. En wat als het goed loopt? Dus die verhouding tot dat creatieve proces wordt vaak gehinderd door de dingen die wij bedenken. Oeh, dat kan me fout lopen en dat gaat helemaal mis en dat gaat me veel geld kosten. En maar er zijn twee vragen die zich hier eigenlijk aan jou opdringen. Is één, aan wie durf je dit geven, inderdaad? Ja. En twee, als jij er één krijgt... Wat zou je dan invullen? En het is ja. Het is niet misschien, ooit, eventueel. Ja. Het is ja, het is één uitzondering. Je kan geen ja-check invullen met de vraag naar meer ja-checks. Dat mag niet. Dat behoort niet tot de spelregel. Nee. Maar kan ik concluderen dat het vaak immateriële zaken zijn die worden ingevuld dan? We hebben een paar experimenten gedaan tot nog toe om te kijken wat doet het met mensen. En het denken, het kookt over, hersenpannen gaan ontploffen bijna. Het is echt ongelooflijk. Mensen zijn er zo mee bezig. Het is echt omdenken, hè, letterlijk. Het is ongelooflijk. Die sprong van vertrouwen, die spiegel die je voorhoudt, hoe kijk ik tegen kansen aan, hoe kijk ik tegen mensen aan, hoe kijk ik mijn verhouding tot anderen aan. En degene die dat effectief tot nog toe gedaan hebben, er zijn zulke lieve dingen uitgekomen. Meest recente was een vriendin die dan een andere vriendin cadeau had gedaan. En dus degene die die cheque had geschonken, kwam bij me terug en zei van kijk, hij is ingevuld. En het gekke is, ik bekijk die vriendin als een heel stoer iemand. Die gaat dan boulderklimmen doen en parachute springen. En die zei tegen mij, weet je, als kind heb ik balletles gevolgd. Dat is er uitgegaan op een zeker moment. Je wordt groter en je hebt andere interesses. Maar het is altijd blijven hangen. En ik heb altijd gedacht, wat als ik nou terug op balletles ga? En ik durf niet. Maar nu misschien wel. Maar alleen vind ik het spannend. Wil jij met mij samen een balletles gaan? En ze hebben dus een school gezocht in het Amsterdamse. Rond deze tijd gaan ze hun eerste lessen volgen. Maar hoe lief is dat? En vooral, het brengt ook closure voor degene die met die droom is blijven spelen. Dat is iets onafgewerkt. Er is geen punt gezet achter dat verhaal. Ja. En nu kan ze dat, dankzij het feit dat iemand zo gek is om haar op voorhand een ja te geven. Je ziet het ook gebeuren als ze fysiek dat ding in handen krijgen. Oh, het is echt... En nu moet ik er iets mee. En durf ik wel. En de voorpret van degene die het gaat schenken.
Dat is met een smile en bevend aan te gaan afgeven. Wat ga ik terugkrijgen? Ja, ongelooflijk. Dus het maar dit is echt een project geworden. Ja. En het heeft een website inmiddels. Tenminste, een soort aankondiging. Jacheck.nl en jacheck.be. Exact hetzelfde. Zit er een businessmodel achter? Of is dat een hele platte vraag? Businessmodel. Het is een boek. Dus wat staat er in het boek dan? Ja, dus je hebt de ja-check, die zit vast in de wenswijzer. En de wenswijzer is voor je, je geeft die check af aan iemand en die heeft er een soort van handleiding bij. Niet dat die wordt verteld wat je moet doen, maar allerlei omdenkmethodes, allerlei inspiratie. Om leuke ideeën te komen. Leuke ideeën, leuke techniekjes, reflectieoefeningen om eens te gaan ontdekken. Ah. Maar wat wil ik dan precies? Aha. Dus je krijgt een soort van spiegeltje voor je gehouden. Ja, ja, ja. Op allerlei manieren. Om bij de kern te komen van jezelf. Maar de ja-check is eigenlijk al een cadeautje aan zich in de vorm van een boek. Dat klopt, ja. Ja. Wat grappig. Ja. En dat is de business case dan. Wat kost dat dan? Ja-check? De Hollander, hè? Van Hollander, die gaat iets van een €25 kosten. Ja, en een Belg 20. Zoiets. Je hebt hem. Je kent me zo goed. Ja, ja. Dan ga ik lekker bestellen op ja-check.be. Ja. Ja. Oké. Okay. Oh, wat leuk. Goed idee, zeg. Dus ik word er gewoon, de ideeën word ik zo blijven. Ja, ik snap het. Dan wil ik ook nog, zullen we er drie doen? Drie tips, want dit is eigenlijk al één tip waar als mensen nu al zitten kijken, waar je ook als ondernemer natuurlijk heel veel mee kan doen. Want je kan ook een ja-check aan je collega's geven bijvoorbeeld. Waarom niet? Werkgerelateerd. Noem nog eens een paar creativiteitsachtige dingetjes. Wat heb je meegenomen? Waar ondernemers iets aan hebben? De pi-factor. Pi-factor, het getal pi, 3,1415, et cetera. Voor mensen die beginnen aan een nieuw idee, of dat nu een nieuw bedrijf is, of je wil iets omgooien in je bestaande bedrijf, dan kan je perfect inschatten op Excel sheet wat er allemaal nodig is, welke stappen je allemaal moet zetten om van A naar B te komen. En dat kan je allemaal oplijsten. Heb je die hele lijst afgevinkt, je telt dat op, kom je op 1 uit. Die inspanning, die inzet, die investering van jezelf in moeite en tijd en liefde en kwetsbaarheid, doe dat maal pi. Maal 3,1415, et cetera. En dan kom je uit op de werkelijke inspanning die zal nodig zijn om effectief dingen in beweging te krijgen. Er komt veel meer bij kijken dan wat je rationeel in een Excel-sheet kan gieten. Mm-hmm. En mensen zijn voorbereid op die Excel-sheet, dat plan dat staat. En denken, op het moment dat dat allemaal is afgevinkt, dan er is heel veel gebeurd en er is niks veranderd. Het zal dan wel geen goed plan zijn. Misschien moet ik er maar mee ophouden of de vlucht voorwaarts nemen richting een nieuwe techniek, een nieuw product. Nee, dan begint het pas. Mm-hmm. Op het moment dat de ratio er niet meer bij kan, dat die inspanning, die investering van jezelf, van je naasten, van je energie, van je kostbare tijd, maal 3,1415. En de vraag die jij moet stellen is, hoe bereid ik mij voor op mijn eigen energiebeheer in die 2,1415, de volgende naar die rationele lijst? Ja. Heb je nog één? Werk met wat je hebt. Als in, ik zie te veel mensen met het excuus, ik heb nog niet wat ik moet hebben om te kunnen starten, niet starten. Werk met wat je hebt. Stom voorbeeld, eerder de week is er een onderneemster en we zouden eens iets op video moeten doen, maar dat moet dan de juiste camera's en het scenario en ons logo moet op orde en het verhaal moet op orde. Er wordt een lijst die zo eindeloos is dat die video er nooit van komt. Hier, nu, kom, iPhone erbij, huppakee. Daglichtje erbij, huppakee, en we gaan. En een half uur, een uur lachen later, hebben we dat ingeblikt, gemonteerd en van dat clipje, waar het terecht moest komen, is het meest bekeken clipje op dat kanaal daar. Ja. Werk wat je hebt. Ja. Werk met wat je hebt en ga nou niet de dingen niet doen om wat je nog niet hebt. Mm-hmm. Er ontbreekt altijd iets. En vaak heel randvoorwaardelijk ook, hè? Oh, ja. Verschrikkelijk. Ja. Hou op, ga aan de slag, ga iets doen. Gun jezelf de lol van het doen. Ja, ja. Ja. Laatste. Zoek het conflict op. Zoek het conflict op. Met wie? Vooral met je eigen aannames. Ik zie veel te veel organisaties waar de lieve vrede veel belangrijker is dan de wrijving van een goed conflict. En ik bedoel conflict op taakniveau, niet op persoonsniveau. Je moet met elkaar door de modder kunnen rollen. Echt, en met builen en blutsen terug rechtop staan en een biertje eroverheen gieten van, ah, goeie dag gehad. Geef conflict een volwaardige plek aan tafel. Mm-hmm. Is een collega, Vlaamse ondernemer, die als hij nieuwe mensen in dienst neemt, dat hij zegt van, je bent goed, want je bent hier. Anders was je hier niet binnengemogen. Maar de komende 6 maanden ga je het elke week 2 keer hardop publiekelijk met mij oneens zijn. En hij zegt, waarom? Ik zit zelf te lang in het vak om al lang niet verliefd te zijn geworden op mijn eigen ideeën.
En waarom heb ik andere mensen in huis genomen? Omdat dat in vraag zou worden gesteld. Dus ik moet de tegenwoordigheid van geest hebben om dat helder op het vizier te houden, om dat te blijven doen. En ik moet hen zover krijgen dat die boodschap dat die binnenkomt. Jij bent hier met een reden. En dat is niet alleen gewoon onderaan de streep dingen voor elkaar krijgen. Mm-hmm. Dat is mijn challenge. Dus wees het gewoon publiekelijk oneens met mij 2 keer per week. En de ene vindt dat wel grappig en de andere... Ja, zeker als de basis zegt en jij bent net binnen. Ja. Dus als je op dat moment zegt van, nou, daar ben ik niet oneens mee, ben je lekker bezig eigenlijk. En laat dat toe. Dus ook het voorwensel van, ja, de neuzen moeten in dezelfde richting. Ik heb daar zo'n allergie voor, de neuzen in dezelfde richting. Bloedneuzen in dezelfde richting. Dat moet je hebben. Dat mensen bereid zijn iemand vol op de bek te timmeren en een flinke tik terug te krijgen. Zeggen, hey, dat was een goede linkse hoek. Want dan kom je vooruit. Uh-huh. Als je met z'n vieren in een meeting zit, de een zegt iets en de drie anderen zitten te knikken, zit je met 3 mensen te veel in de meeting. Uh-huh. Geef weer werk. Ga op zoek naar, kondig desnoods aan. Ik ga aan de boom schudden. Niet om jou te jennen, maar om te kijken wat eruit valt. En ga dat conflict aan. Laat gebeuren. Je komt nergens zonder. Geef conflict een volwaardige plek aan tafel. En bewijs je eigen ongelijk. Ga altijd op zoek naar de 2% waarheid in de onzin van de ander. Heerlijk om dat te ontdekken van... Godverdik, ik heb iets bijgeleerd vandaag. Hoe ga je het anders voor elkaar krijgen? Mag je danken, Karel. En ik hoop dat we elkaar weer gaan zien. Ja, buiten nu, want we hebben elkaar nu weer even gezien. Ja. Maar dat we elkaar ook op de podia weer mogen gaan zien. Maar dat gaat wel gebeuren, denk ik. Dan mag je er een knuffel bij. Ja, dankjewel, Karel. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. En dankjewel voor het kijken naar weer een inspirerend gesprek hier op 7D2. En heb je zitten luisteren naar de podcast en je vond het leuk? We hebben meer dan 1000 gesprekken op 7D2 staan. Dus abonneer je vooral op het podcastkanaal. En zit je hier op YouTube te kijken. Lekker blijven hangen, want zometeen 2 nieuwe video's. Hoi!